Lijkt me ook super tof om dit allemaal aan te kleden in een soort van grote loods en die helemaal weg te werken. Welkom iedereen op deze mooie maandag. Dit is natuurlijk Planet Coaster in Familiepark Wonderland. Want vandaag is een hele bijzondere aflevering. We gaan namelijk een dark ride gedeelte maken. Een indoor gedeelte van ons grote, iconische, Aziatische achtbaantje. Ik zeg nog steeds achtbaantje. Het is achtbaan natuurlijk. Het is een grote achtbaan. De grootste van het hele park. Het lijkt me ook super tof om dit allemaal aan te kleden in een soort van grote loods en die helemaal weg te werken. Vooral moet ik ervoor zorgen dat een aantal bomen die loods gaan bedekken. Want dat is natuurlijk niet echt een mooi uitzicht voor de mensen die hier dan dit unieke bungalowtje hebben gehuurd. Want het uitzicht moet niet verpest worden van deze bungalow. En waarom niet? Omdat hij een ontzettend grote achtertuin heeft. Daar moeten we wel even rekening mee houden. Dus als we dat gaan verpesten met een grote loods, dan wordt hij niet verhuurd dadelijk. Of ik hier binnen nog een kleine lancering ga maken, dat is de grote vraag. Ik denk niet dat het moet, maar om een beetje tempo erin te krijgen, denk ik wel dat het moet. Dus ik ga eens even kijken hoe het gaat worden. We gaan eerst de loods maken en dan ga ik de layout verder in elkaar zetten. Even een klein geintje tussendoor. Als ik aan het opnemen ben, ga ik kijken naar Oldschool Bassie en Adriaan. Ik heb alle dvd's gekocht van de reis door Europa. Hier op mijn tweede scherm heb ik dan de dvd aan. In een klein venster. En ik kijk natuurlijk niet continu naar het beeld. Want ik ben volop gefocust op de game. Maar af en toe kijk ik wel eens. En vooral het luisteren vind ik wel heel erg leuk. Om gewoon, ik vind het gewoon grappig. Ik vind het gewoon leuk. Het is ook een beetje jeugd. Een beetje jeugd. Dus dan weet je ook weer een gedeelte achter de schermen. Wat er allemaal gebeurt. Wat ik doe als ik ongeveer een uur tot anderhalf uur. En soms ook langer aan het opnemen ben. Voor Planet Coaster. Laat vooral alvast een duimpje achter. En laten we beginnen met natuurlijk de podcast. Heel veel kijk- en luisterplezier. Ja, dit is de Planet Podcast. Met natuurlijk uw gastheer, Vincent. Ja, dank u wel. Welkom iedereen bij natuurlijk de podcast. En vandaag gaan we de reacties voorlezen uit aflevering 375. Aziatische kunsten. Ja, en in deze aflevering staat Lars Gruytus bovenaan. En hij zegt, fantastisch, elke week weer wachten op een fantastische serie. Nou, deze comment is ook gewoon fantastisch. Dankjewel voor jouw complimentje. Graag gedaan. Super de boer. En gelukkig, maar dan ook gelukkig is TP Coaster terug met weer een reactie. Hij zegt, wauw, wat een layout. En ook een verbetering, Vincent. Deze baan past prachtig in het Chinese gebied. En daarom heb ik gelijk research gedaan voor een bijpassend thema. En ook een naam voor de baan. Wat in Azië een van de grootste mythes is, is de draak vertaald in het Chinees, Long. Persoonlijk vind ik bijvoorbeeld Long the Ride wel iets hebben voor de baan. De World Fair Pack bevat natuurlijk een aantal Chinese draken die je dan terug kan laten komen in de teaming. Ook dacht ik bijvoorbeeld aan Chinese tempels waar dan de draak Long overwaakt en het ook beschermt. Het gebied kan je verder dan prachtig decoreren met watervallen, natuur en een rivier die je maakt van baandelen van een rapid. Nou, TP Coaster, je haalt de woorden uit mijn mond, want deze elementen, ik heb ze niet allemaal uitgevoerd. Bijvoorbeeld Long the Ride is ontzettend gaaf om te horen. Je hebt ook die Chinese tekens in je comment neergezet. Maar het is wel een heel goed idee om de draak af en toe terug te laten komen tijdens de rit. En misschien wel bij de eindscène, bij zeg maar de Indoorhal, dat ik daar een drakennest neerzet of bouw. Dat daar zeg maar de draak overnacht. Of misschien leunt hij wel met zijn grote voorpoten op het gebouw, weet je wel, dat je hem van dichtbij ziet. Ik ga nog een keer wat knoeien. En het lijkt me ook heel erg een tof idee om misschien wel van die grote drakenpoten van Artshapes te maken. En dan, ja, we zien het wel, maar dat komt dan later. Ik vind het een heel creatief idee en bedankt voor je research. We gaan door met Max Joosten. Hij zegt, hallo Vincent, hallo Max. Wat wordt je Chinese themagebied super mooi? Misschien is het leuk om een inrangeersysteem te maken, want zo wordt je park nog realistischer. En dat kan je dan ook doen bij al je andere achtbanen. Nou, dat vind ik een goed idee, Max. Alleen heb ik daar helemaal geen rekening mee gehouden. Dus ik kom een beetje plek tekort, waarschijnlijk. Want ik heb die achtbanen zo op elkaar gepropt. En ja, ik moet gewoon kijken of dat lukt. Maar ik weet niet of ik dat ga doen, want het is wel realistisch, maar ik heb er nooit echt over nagedacht en dat had ik vanaf het begin af aan moeten doen.
Dus dit is wel weer een idee voor in de toekomst, als ik nog eens een park ga beginnen, dat ik dan in ieder geval een inrangeerstation maak voor elke achtbaan die ik neerzet. Ik zou het dan wel afraden bij een boemerang of, ja, je snapt wat ik bedoel. Timo Du zegt: Vincent, hallo, ik heb nog een naam voor jouw nieuwe bungalowpark. De naam is Vakantiepark Dromenland. Groetjes uit Limburg. Vakantiepark Dromenland. Dat klinkt ook weer heel erg gaaf. Maar ook in het Engels zou het heel mooi Dreamland. Where dreams come true. Jasperge zegt: hey Vincent, je hebt een enorme parkeerplaats. Wat een heel groot deel van je park inneemt. En waar je ook eigenlijk weinig mee doet. Misschien is het een leuk idee om een hele snelle achtbaan zoals de Silver Star uit Europa Park op de parkeerplaats te maken. Dan heb je heel veel ruimte om een achtbaan te maken en je hoeft niet heel erg veel te thematiseren, alleen de wachtrij en ook het station. Heel veel succes met je park, het wordt en is heel erg mooi. Groetjes van Jasper. Ik heb er ooit eens over nagedacht. Ik heb in Davindo Springs, ook in mijn vorige park, het idee gehad om een grote achtbaan zoals de Silver Star te bouwen boven de parkeerplaats. Is hem helaas niet geworden. En ik geloof ook dat ik dat met dit park heb geprobeerd bij die hangende achtbaan. Dat werd ook helemaal niks. Dus ik heb het idee gewoon geschrapt en ik doe het ook niet meer. Ik vind het een geniaal idee. Wie weet dat ik het ooit nog in mijn volgende park probeer. Maar het is nu eigenlijk, het idee is geschrapt voor dit park. Van Jenno krijg ik complimenten voor dit mooie park en deze leuke serie. Groeten van een grote fan, Jenno. Dankjewel Jenno voor jouw compliment. En Xibbe Keupens zegt: Vincent, na de tweede lancering verwachten de mensen iets intens en snelheid, omdat deze de laatste is. Ik zou hem nog wel wat pittiger maken en wel, ja, eigenlijk wat meer inversies insteken. Het is maar een idee. Met 4 likes. Bedankt voor jouw comment. Ik ga geen meer lanceringen erin maken. Of in ieder geval, er is wel een lancering bijgekomen op het einde. Maar ik ga geen inversies erin maken, helaas. En Leonard on YouTube heeft een geintje uitgehaald in de comments. Hij zegt: Vincent, ik heb een opmerking over jouw park. Het is super mooi en de podcast blijft geweldig. En daaronder heeft hij meer weergegeven, dan klik je erop. Maar dat kan niet omdat, ja, omdat het gewoon zelf ingetypt is. Dus ja, dat is een beetje smerig natuurlijk. En er zijn ook heel veel mensen ingetrapt, zie ik eronder. Dus ik ook. Ik probeerde te klikken. Ook weer complimentjes van Suckflex. Hij zegt: ik zie je met de video beter worden. Echt leuk om te zien en wat een goede layout, 5 tonnetjes. Ja, de tonnetjes komen van No Limits ook over naar Planet Coaster. Dankjewel voor je tonnetjes en je compliment. Tosti Gamer zegt: leuke video Vincent, die watervallen die je hebt gemaakt vind ik heel goed bedacht. Ook de intro's die je maakt zijn super leuk, wel heb ik misschien nog een idee voor de achtbaan. Maak een Chinees paleis als station en ook als wachtrij. En dat je in de wachtrij eerst in de Chinese tuin begint en daarna een paleis ingaat waar je een verhaal krijgt over de achtbaan en wat er allemaal gaat gebeuren. Groetjes. Daar zit ik nog wel mee in de knoop, wat ik moet gaan doen met de wachtrij. Tosti Gamer, bedankt trouwens voor jouw complimenten, maar ook jouw tip van wat ik kan gaan doen, zeg maar, met het station en de wachtrij. Want het station is ook nog niet helemaal af. Ik heb alleen maar van die palen staan, dus daar moet nog wat mee gebeuren. Maar daar ben ik nog even over aan het brainstormen en zulke reacties die hij geeft, dat helpt mij wel met het brainstormen van wat we uiteindelijk gaan maken. Dus dankjewel voor jouw reactie. Ik vind het jammer, zegt Tomot123, dat je later de video kijkt, je minder kans hebt om in de podcast te komen, want ja, weet je, omdat bijna niemand de minst gelikte reacties bekijkt. Ik begrijp dit, ik snap dit idee en ik snap het probleem. Maar ik probeer altijd zoveel mogelijk reacties voor te lezen. En ik probeer ook om helemaal door te scrollen naar de onderkant van de video. Mocht ik dan de laatste comment hebben voorgelezen, dat kan een keer voorkomen. Dan scroll ik eigenlijk weer terug naar boven. En dan lees ik weer een comment voor waarvan ik weet dat ik die nog niet heb behandeld. Dus ik probeer altijd zoveel mogelijk en zo eerlijk mogelijk door alle comments heen te scrollen. Maar het is inderdaad wel, ik moet dat beter gaan verdelen. Dat is soms lastig, want ja, uit 200 reacties
is het ook gewoon best wel moeilijk om daar dus een stuk of 30 reacties uit te kiezen. We gaan dus snel door om zoveel mogelijk reacties voor te lezen. En deze komt van Kenzo Bresser. Vincent, ik kijk al lang je video's en je maakt echt de beste video's. Ik hou ook van pretparken en van achtbanen. Ik speel zelf ook wel eens Planet Coaster en het is het leukste spelletje wat er is. Groetjes uit de Achterhoek. Groetjes terug en bedankt voor jouw reactie. We gaan door met Joris Lutje Wolderik. Vincent, misschien kan je in de laatste twee bochten voor de tweede lancering een barrel roll doen en dan de bocht naar de lancering. Voor de rest vind ik het wel weer een geweldige video. Ja, een barrel roll kunnen we misschien nog wel ergens erin proppen, maar ik weet nog niet of ik echt meer inversies erin ga doen. Ik vind hem nu gewoon heel goed en om nou nog meer te gaan rommelen aan die achtbaan layout, dat vind ik dan weer... Nee, dat staat even onderaan mijn lijstje, maar wel een heel leuk idee en bedankt voor je reactie. De Gouden Haas zegt, Vincent, ik heb een vraag. Wat is jouw favoriete achtbaan in Toverland? Dat is zeker de Phoenix. Davy Gademan zegt, hey Vincent, één woord, ninja's. Oh, nou ja, misschien ook een paar woorden extra. Maak als thema de coaster ninja's. Je bent een goede ninja en moet ontsnappen van slechte ninja's in de achtbaan. Een leuk verhaaltje erachter. Kijk of je iets te vinden is via de Steam Workshop. Wat van toolkit items bijvoorbeeld. Succes, groetjes van Davy. Ik vond eerlijk gezegd het idee met de draak wel iets stoerder dan de ninja's. Maar je zou kunnen zeggen dat de monkeys een soort van ninja's zijn geworden. Dat zou hilarisch zijn als we een aantal van die figuren... Oh, dat is... Oh jongens, ik heb een idee. Ik heb een idee. Wat nou als wij gewoon een aantal van die inwoners, dat zijn dan de monkeys, dat we die gaan omtoveren tot ninja's. Ik zie het al helemaal voor me hoe die ninja's verspreid zijn over de map. Dat is geniaal. We hebben gewoon een soort van meer leven in de thematisering rondom deze achtbaan. We gaan door met Tristan van Gompel. Dit is mijn eerste reactie. Kun je misschien een klein eilandje maken op een meer? En van het meer van het vakantiepark en daar de waterglijbanen opzetten. Veel groetjes uit Bilzen. Dat is ook een waanzinnig idee. Gewoon extra waterglijbanen natuurlijk. Dat klinkt super gaaf. Want ik heb natuurlijk vorige keer ook een paar van die glijbanen neergezet. Maar daar heb ik eigenlijk veranderd in van waterglijbanen naar normale glijbanen. En wat is een normale glijbaan? Nou, gewoon een glijbaan zonder water. Ja, meer ook niet. Thomas van YouTube heeft een voorstel. Maak een soort gelijke vogelrok na onder de grond en de looping boven de grond. Groetjes uit Urk. Ik kan een soort gelijke vogelrok. Dus je wilt zeg maar gewoon niet echt een hele hoge achtbaan. Misschien een meter of 20. En dan moet die ook niet over de kop gaan. Maar dan in één keer wel een looping boven de grond. Dus het is een hele aparte mix. Maar we gaan dus geen achtbanen meer maken in dit park, helaas. Ik hoop niet dat dit een hele grote teleurstelling voor je is. Maar dat heb ik al met mezelf afgesproken. En ook al eerder gezegd in de video's van... joh, dit is gewoon het laatste grote project wat komt hier zo in mijn familiepark. Stijn Center vraagt... wat is jouw favoriete Disney live action film? Dat is een serieus pittige vraag, want ik heb Dumbo pas weer voor de tweede keer gekeken, of voor de derde keer. Ik heb hem uiteraard in de bioscoop gezien, want elke Disney film ga ik sowieso naar de bioscoop. Ik wilde ook heel graag naar Mulan, maar dat kon natuurlijk niet door de corona. Ik ben wel erg fan van Aladdin, daar komt ook een vervolg van, dat vind ik helemaal niet erg. Ik ben een redelijke fan van The Lion King. Ik vond Jungle Book ook wel erg vermakelijk. Ja, wat is nou een goeie? En oh nee, Beauty and the Beast. Ik denk als ik echt eentje moet kiezen, dan wordt dat zeker Beauty and the Beast. Die me al meerdere malen een traantje liet wegpinken. Want het is gewoon een mooie muziek en het is gewoon schitterend. Ik vind Beauty and the Beast een waanzinnige film. Als er ooit nog een vervolg komt, eigenlijk hoeft dat niet. Want dat is een beetje raar, een vervolg op Beauty and the Beast. Het zou kunnen, maar dan moet er wel een heel origineel idee uitkomen. Free Fristy zegt, Vincent, maak een soort kantoorgebouw. Ik vind het een geniaal idee trouwens. Maak een kantoorgebouw waar alle administratie in gedaan wordt. En waar ook het kantoor is van de grote baas. En uiteraard, als ik natuurlijk de grote baas ben. En dat is in dit geval als ik dan de grote baas ben, dan zou ik uiteraard het duurste en het grootste gebouw van het hele park kiezen. En dan zou ik daar op mijn gemak mijn voeten overeind. Dan zou ik gaan werken.
werken aan mijn dossiers natuurlijk. En vliegtuigjes kleven. Want dat... Nee, ik bedoel aan mijn dossiers werken. Dat is beter. Nee, maar alle gekheid op een burgemeesterstokje. Uiteraard is het een heel goed idee om gewoon een plekje voor natuurlijk de boss neer te zetten. Ik heb nog daar helemaal niet over nagedacht en wellicht wordt dat wel een idee voor in de toekomst. Het is gewoon een extraatje en niet echt een verplichting om ja, in je park te zetten. Maar het zou wel realistisch zijn als we inderdaad een soort van kantoorgebouw of vooral bij de ingang een plekje maken waar we dan die mensen kunnen laten zitten. Dat is zeker een goed idee voor in de toekomst als we nog eens een nieuw park gaan maken. Dat zijn allemaal ideeën die we dan, ja, een soort, je moet een soort afvinklijst maken. Dat is een goed idee. Als we het volgende park in elkaar gaan zetten, maak ik een lijst met dingen die ik niet mag vergeten. En dan zijn dit soort dingen uiteraard super geschikt. En dat helpt mij ook met het bouwen van een park. En kan ik misschien wel meegeven aan andere mensen die ook een park gaan maken. Van joh, ga even kijken naar dit afvinklijstje. En kijk dan even wat je ervan kan maken. Dat is natuurlijk best een heel goed idee. En over goede ideeën gesproken. Cezanne Smit zegt een supermarktje en een restaurant bij het vakantiepark zou nog een hele goede toevoeging zijn. En ook ja, die kinderboerderij natuurlijk. Zeg alsjeblieft ja. Ja, die kinderboerderij, dat zal, ja, klopt, dat was vorige keer ook een ideetje. Ja, kinderboerderij. Ik vind het zelf, ik hou van dieren, dus het zou prima passen. Dat is één ding wat zeker is. We kunnen ook die kinderboerderij op die soort van autoplek maken. Dat zou ook nog kunnen, want ik ga dat natuurlijk vlak maken. Ja, ik heb wel ideetjes, denk ik. Dat komt allemaal wel goed. Bedankt Cezanne voor jouw reactie. We gaan door met DJ Kiba. Ik kijk al vanaf aflevering 1 en dit is echt het beste park van jou. Ik heb hier heel veel inspiratie uitgehaald. Wat tof dat jij gewoon vanaf aflevering 1 kijkt naar deze lange serie. Dat vind ik goed om te horen. Hey Vincent, zegt Thibaut Verwijsveld, die ook lid is van mijn kanaal. Bedankt voor je steun, jongen. Dit Chinees thema past helemaal bij de achtbaan. Het ziet er leuk uit en ik krijg er wel echt een Taron gevoel bij. Misschien is het ook leuk om in plaats van bruggen over het gebied te bouwen, meer paden te plaatsen tussen de achtbaan door. Zo kunnen de bezoekers ook het gebied bezoeken vanuit de grond. Voor de rest een hele toffe video en blijf zo doorbouwen. Nou, dat is oprecht wel een heel gaaf idee dat ik een pad maak of een trap naar beneden. En dan kunnen de mensen daar gewoon lekker even genieten van het uitzicht en ook de baan voorbij zien komen. Dat zijn hele grappige ideetjes om ook gewoon de aankleding van de achtbaan nog mooier in elkaar te zetten of te maken. Betty Spaghetti zegt, kan je rond de baan een soort van Chinese draak maken die dan van dat vuur aan het spuwen is? Nou, dat was natuurlijk al een idee van TP Coaster, maar zo'n draak past helemaal bij het idee of bij de attractie zelf. Lekker bezig, zegt David de Barse Gian. Vincent, je park is mooi. Deze attractie heb je goed bedacht. Groetjes van David. Dankjewel voor jouw compliment. En Silos 1108 zegt, wow! Maar ik zei het in de crashvorm. Wow! Een mega cool die achtbaan. Wel een tip. Zou je wat meer van die rotsen kunnen gebruiken voor een leuker effect? Zou je meer iets van die monkeys willen doen bij je baan? Serieus, dit is zo eng en zo toevallig. Ik kreeg net een idee om monkeys te plaatsen in een ninja vorm. En nu komt Silos gelijk al aan met een comment van, joh, zou je wat van die monkeys bij de achtbaan willen plaatsen? Hij zegt ook, ik zou graag hebben dat je daar iets mee zou doen. En zou je ook je topspin kunnen bouwen zoals de Talo kan met een Chinees thema. Nou, dat zijn allemaal grandioze ideeën. Ik zat even te kijken van waar ga ik die topspin plaatsen? Wat is een prima locatie om die topspin neer te zetten? Je ziet het dadelijk aan het einde van de video, want daar probeer ik de topspin te plaatsen. Maar uiteindelijk haal ik hem toch maar weer weg. Natuurlijk wil ik de attractie wel in mijn park hebben, maar de locatie is nog niet vastgezet. Dus het is nog zeker niet de laatste attractie waar we aan gaan werken, als je dat misschien ook dacht. Leo Power zegt, wow, wat een park. Nou, dat is goed om te horen. En deze comment die er nu aankomt, hou je vast, want dit is een briljant idee. Brawl Freak zegt,
Vincent. Misschien kan je lantaarns of lampionnetjes in de bomen hangen voor meer gevoel te krijgen dat je in een Aziatisch themagebied rondloopt. Groetjes van Vince. Nou Vince, trouwens een hele mooie naam. Super bedankt voor dit briljante idee, want hoe meer sfeer, hoe beter. En hoe kunnen we de lichten nou beter verwerken dan natuurlijk in de bomen? Dat is echt een heerlijk ideetje. Bedankt. En we gaan door met Olga Plag. Vincent, dat was alles. Nou, bedankt voor het noemen van mijn naam. Teampark Thijs zegt, nee, please, bouw die hal. Als het regent is er bijna niks te doen anders. Ik had volgens mij ooit een idee, of er werd ooit een idee verteld in de comments van Vincent. Maak zo'n indoorhal, maar die is er nooit gekomen. Dat is nou eenmaal jammer. We hebben een indoor dark ride. En dat is eigenlijk de enige attractie die overdekt is. Daar moet je het eigenlijk mee doen. Ja, sorry. Weet je wat? Als het regent, ga je gewoon naar de Window Springs. En als het niet regent, dan ga je gewoon naar dit park. Toch? Dat is toch een prima oplossing? Ik vind van wel. Ik heb een grote fout gemaakt. Oh jee, ik zie het nu pas. En eigenlijk door een reactie. Er wordt namelijk gezegd van, joh Vincent, we zijn inmiddels voorbij 375, aflevering 305. En jij zou een speciale aflevering maken. Nou, ik weet zeker dat ik het goed heb gemaakt met de Planet Coaster Week van vorige week. Want 3 afleveringen, normaal 1 per week, nu in 1 keer 3. Ik heb heel veel tijd besteed aan Planet Coaster en ook aan het park. Dus ik weet ook bijna 100% zeker dat de mensen, en ook nog een pretpark vlog op de zaterdag. Ik weet 100% zeker dat de mensen zich hebben vermaakt. Dit waren de comments. We gaan door met de normale snelheid. Excuus voor de mensen die niet voorbij zijn gekomen, maar probeer het gewoon onder deze video een reactie te zetten. En wie weet kom je wel in de Planet Coaster podcast terecht. En ja, je ziet hier dus dat ik die topspin, wat ik al zei. We gaan door met de normale snelheid. Hey, hallo iedereen. Leuk dat jullie terug zijn bij de normale snelheid. Wat ik wil gaan doen bij de wachtrij, dat is het volgende. Onder de achtbaan, sowieso onder de achtbaan door laten gaan, maar misschien ook wel gewoon heel leuk aankleden. Het moet een lange wachtrij worden, want het is ook gewoon een mega coaster. Dus vandaar ook best wel niet echt een mega wachtrij, maar wel gewoon dat je er wel even doorheen moet lopen, uiteraard. En hier ook schitterend uitzicht. Stel je voor dat je hier staat te wachten op de baan. Ik ben ook zeer tevreden over hoe dit eruit ziet. Van de afstand is het ook prachtig. Het lijkt net een paleis waar je naartoe gaat. Vanuit de brug ziet het er ook waanzinnig uit. Het indoor gedeelte moest ik een beetje krap houden. En ook deze opgehoogde muur, dat blijft natuurlijk niet staan. Maar ik zat gewoon maar even te bedenken wat ik daarvoor in de plaats kan maken. Dus dat moet ik nog even verzinnen. Maar het is ook wel gaaf dat de achtbaan langs elkaar scheurt. Ik kon niet echt heel veel uitgebreide dingen doen hier zo. Dus 2 bochtjes, eigenlijk 3 dan officieel bij deze erbij gerekend. En dan is het alweer klaar. Dan ga je naar de laatste en daar is dan het einde. Ik probeerde de topspin ook hier te plaatsen. Maar we hebben waarschijnlijk deze ruimte nog nodig voor andere dingen. En dit wordt een medewerkersparkeerplaats. Dus niet voor de bezoekers. Dus die hoeft ook niet zo groot te zijn, aangezien we hier ook al een parkeerplaats hebben. Heb je ideetjes? Heb je tips? Heb je commentaar? Laat het weten in de comments. En ik hoop je de volgende keer sowieso weer terug te zien met een nieuwe aflevering van Planet Coaster in Familiepark Wonderland. Doei doeg!